zover als ik kan kijken zijn overal kinderen aanwezig. En ook op heel veel andere sportvelden wordt vandaag gesport. En zo opent burgemeester Henri Lemferink vrijdag officieel de Koningsspelen. Na de traditionele warming-up vertrekken de basisschoolleerlingen naar de verschillende sportvelden in de buurt om een ochtend samen te sporten. Bewegen is belangrijk, het is ook gezond en samen bewegen is ook nog eens extra leuk. En daar willen we ook extra de aandacht op vestigen. En het is geweldig dat we in Leiden al 10 jaar lang zulke mooie festiviteiten kunnen organiseren. Wat gebeurt hier op dit moment? Op dit moment zijn we bezig hier achter mijn basisschool en de groepen 6-7. Die 7 verschillende spelletjes aan het doen zijn. En na een verloop van tijd doordraaien. En dat zullen we zo meteen misschien wel horen. En dan moeten we snel even opzij, omdat er dan andere kinderen komen. Waarom is het belangrijk dat al die basisschoolleerlingen met elkaar sporten vandaag? Het is een extra beweegmoment. De kinderen zitten heel vaak op school, in de schoolbank om het maar zo te noemen. Dit is een extra beweegmoment naast de sportdag. En dat is al hartstikke belangrijk. En een tweede is de gezamenlijkheid. Dat heel Leiden op dit moment alle basisscholen in de gelegenheid zijn gezet om mee te kunnen doen. Bijna 7000 kinderen sporten vrijdagochtend in Leiden. Voor hen begint nu de welverdiende meivakantie.